Moederdag komt van origine uit de Griekse oudheid, waar Rhea, de grote moeder der goden, werd vereerd. De moderne Moederdag komt vanuit de Verenigde Staten. In 1870 ontstonden er al campagnes voor Moederdag, maar het lukte bijna 40 jaar later pas de dag erdoor te krijgen toen Anna Jarvis in 1908 haar moeder eerde in een kerk in West Virginia. De moeder van Jarvis was een verzorgster voor beide kanten tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. Het idee van het vereren van moeder sloeg aan. In 1914 maakte president Wilson bekend dat elke tweede zondag van mei Moederdag zou worden gevierd. Vanaf de jaren 20 was Jarvis fel tegen Moederdag. Het was volgens haar een feest voor de commercie geworden. Het moest volgens haar juist een feest zijn waarbij moeders een handgeschreven brief krijgen in plaats van bloemen of een cadeau. In 1925 kwam het feest over naar Nederland. De Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde zag er een goed feest in om meer bloemen te verkopen. Sindsdien worden alle moeders in Nederland op de tweede zondag van mei in het zonnetje gezet.